Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbet. En deze keer gaan we kijken naar de één na laatste vraag van de oefentoets voor HAVO 5, hoofdstuk 7, 8 en 9. En we kijken nu naar een opgave over koolwaterstoffen en isomeren. En de vraag is letterlijk: esters en isomeren. Geef de structuurformule van alle esters die voldoen aan de molecuulformule C3H6O2. Nou, een ester is een stof waarin we, niet de kleur die ik wou hebben, waarin we altijd de verbinding hebben OC dubbelgebonden O, waar iets aan vast moet zitten. En de opties die er bestaan, als we drie koolstof moeten hebben, nou ja, dit is één optie. Wat is een andere optie? Oh, nu ben ik al klaar. Optie 2. Ja. Ik had een wat meer spectaculaire vraag verwacht, om eerlijk te zijn. Twee esters. Of twee isomeren. Jee. En ja. Stereoisomerie zit hier niet in. Dus we gaan ook niet eens moeilijk doen met allerlei kleine basistrucjes. En verder bij proberen te toveren. Hoewel die hier volgens mij ook, als ik zo snel kijk, niet echt in zitten. Goed, vraag 24. Geef van 1 ester uit vraag 15 de vergelijking in structuurformules van de reactie die optreedt als men de stof hydrolyseert. Nou, laat ik dan maar gewoon heel flauw hier een H2O bij gaan zetten. Zodat het ester wordt verbroken in. In ieder geval, deze groep waar ik een OH-groep aanhang. En de andere kant waar ik waar ik de rest van de H aanhang. Oftewel, die H2O, die komt eigenlijk heel stiekem hier tussenin te zitten. Zodat we hier die H2O terug kunnen vinden. Yes. Nou, vraag 25 dan maar. Geef de vergelijking in structuurformules van de estervorming van 2-pentanol en propaanzuur. Dus ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb ik pentanol, 2-pentanol. De ol betekent een OH-groep. En deze reageert met propaanzuur. Ah, mooi. Eindelijk iets dat een beetje, nou, dat is ook niet de moeite waard om te tekenen. Eigenlijk. Goed. Dus dan hebben we die. En als dit reageert, dan ik ga heel eventjes dit molecuul een kwartslag draaien om mijn tekening logischer te krijgen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Heel scheef getekend. Met aan nummertje 2. Nou, dat is hier ook mooi. O, C, dubbelgebonden O, C, C. Oftewel, deze stof die ik hier heb, zit nu hier verstopt. En de stof die ik net mooi groen omcirkeld heb, hebben we hier. Zo simpel is het. Het is niet de meest uitdagende oefentoets die ik tot nu toe ben tegengekomen. Volgens mij mogen de mensen die op deze school zitten of heel blij zijn met simpele toetsen. Of ze gaan vol op hun plaat op het examen. Of misschien is de echte toets wel veel moeilijker. Ik ben heel benieuwd. Goed, wederom bedankt voor het kijken. En in de volgende video de laatste opgave. De opgave over 3.